Mevrouw Driessen, de feestdagen komen eraan. Het wordt ontzettend druk in uw grote Albert Heijn filiaal hier in Elst. Gaat u dan ook de bewaking aanscherpen? Ja, wij hadden op een gegeven moment een onderbuikgevoel van joh, er kan wel eens wat meer gestolen worden dan dat wij denken met elkaar. En ja, wat ga je daarmee doen? We zitten hier toch in een dorp in Elst waar veel mensen elkaar kennen. En dan ga je er soms vanuit dat mensen altijd eerlijk zijn. Dat is helaas niet altijd het geval. Dus toen hebben we met een bedrijf een samenwerking gezocht. En die hebben eigenlijk undercover rondgelopen en gewoon gekeken op afwijkend gedrag van onze klanten. En gekeken naar producten die in de karren verdwenen of in tassen verdwenen. En die vervolgens niet op de kassa aangeboden werden of bij de zelfscan. Je zou kunnen zeggen hier bijvoorbeeld een aantal producten zoals kiwis of bananen. Die pak ik niet met de scanner. Of ik pak de kiwi groen in plaats van de kiwi cool. Er zit toch een prijsverschil tussen. Maar bijvoorbeeld dit soort biefstuk spiesjes, toch wel wat meer aan de prijs. Mooie kwaliteit vlees. En die zie je wel eens onder in een tas verdwijnen die eigenlijk niet van de Albert Heijn is. En daardoor zogenaamd vergeten is. Ja, de eerste weken hadden we al 17 mensen te pakken. En wat voor mensen waren dat? Dat was heel variërend. Dat was van jong tot oud, tot hier uit de buurt, tot verder weg. Totaal geen signalement waarvan je kan zeggen, dit is een standaardwinkel. Die heeft absoluut niet. Ook gewoon hele nette dametjes met verzorgde haren en mooie nageltjes. Nou, daar is wel inderdaad een keer een truc geweest. Dat we een klant hebben gezien die dacht, ik stop heel handig de vleeswaren zo eronder. En ik ga zo langs de kassa. Waarom staat hier een blikje energy drink en waarom liggen hier de kaneelsterren? Is die klant dat vergeten? Of heeft die klant daar op een andere manier over nagedacht en vervolgens van de daad afgezien? Even naar die video van de Red Bull diefstal. We zien daar twee jongens en die komen aan. Eentje met de kar en die andere en die splitsen zich af. Wat gebeurt daar? De ene persoon zie je gewoon eventjes kijken van hoe is de weg vrij? Wat is de kortste weg om naar de uitgang te gaan? Hoe kan ik er zo min mogelijk mensen op aanslaan? En dat zie je gebeuren. En die tweede die reageert daarop. Dus die doet net alsof dat hij als een normale klant snel iets afrekent en een bonnetje heeft. Zodat hij de poortjes kan openen. En vervolgens proberen ze heel erg snel de winkel te verlaten. Gelukkig is mijn team daarop aangeslagen en hebben die dames heel goed gehandeld en de heren gelijk gestopt, gesprek aangegaan. De jongens probeerden ze nog eventjes te overtuigen dat het allemaal wel betaald was en netjes volgens het boekje ging. Maar die dames hielden voet bij stug en ja, die hebben de handel gelukkig binnen weten te houden. Op de video zagen wij twee jongens een grote kar met Red Bull stelen. Ja. U heeft het hier ook een keertje aan de hand gehad, maar u heeft het toen verijdeld. Klopt, ik was onderweg naar huis. Ik zag een volle kar. Hij stond op een plek met een volle kar waar hij niet hoorde te staan. Hij stond bij de wasmiddelen. Dan gaan de alarmbellen rinkelen. Ik heb meneer aangesproken van, kunt u het hier bestellen? Nou, heel warrig verhaal, lang verhaal kort te maken. Hij ging weer weg en hij liet alles achter. Hoe werkt het met de controles die uitgevoerd worden door de cashiers? De cashiers die krijgen een melding op hun terminal dat er een klant in de steekproef valt. En naar basis daarvan gaan zij kijken van joh, zijn de juiste artikelen allemaal gescand? En gelukkig zijn er heel erg veel klanten die daar heel veel begrip voor hebben en correct en netjes blijven. Maar het zou fijn zijn als de andere mensen die daar toch hun reden voor hebben om anders te doen, dat heroverwegen en ook netjes blijven. Het is geen persoonlijke daad. Het is absoluut geen persoonlijke daad. Het is gewoon opdracht en gewoon werk. En die dames die beginnen hun werkdag ook om iedereen hier met een fijn gevoel de winkel te laten verlaten. Dus help hun daar alsjeblieft bij.